Misschien ben je wel zo'n zwevende kiezer, weet je wel, die pas in het kieshokje gaat beslissen. Ze zeggen dat soms wel 40%, bijna de helft van de mensen, niet precies weet totdat ze met het rode potloodje staan. En misschien nu met nieuwe informatie, nieuwe update die je gehoord hebt over het kinderdagverblijf, dat je nu met één oor naar mij luistert en met één oor naar de Heilige Geest. En zegt, Heer, wat kan ik doen? Wat kunnen we doen met elkaar? En om deze stap met elkaar mogelijk te maken. Hoe mooi is het als je straks... Ik ben altijd dankbaar als ik langs de kerk rij hier. Oh, wat is het een wonder dat we dit gebouw hebben. En straks rij je over dat kruispunt daar zo. Je loopt de Albert Heijn uit. En je zegt, wauw, je komt uit de tramhalte. Fantastisch dat ook dit stuk nu bij is gekomen voor onze Heer. Voor onze Jezus, voor het Koninkrijk van God. Dus weet je, het is een visie. Het is visie in investeren voor de komende jaren. En ik ben zo dankbaar dat we die mogelijkheid hebben met elkaar. Dus ik wil gewoon een paar gedachten met je delen over overvloed denken. Overvloed denken. Vaak is het een manier van denken. Hier in Genesis 26, daar staat in vers 1, er brak een hongersnood uit. En daarom ging Isaac naar Gerar, de stad van de Abimelech, de koning van de Filistijnen. En dan zegt de Heer tegen hem, reis niet verder, maar blijf hier staan. En woon hier voorlopig, blijf hier wonen totdat ik zeg dat je verder moet. In dit land zal ik je terzijde staan en je zegenen. En dus blijft hij daar wonen. En dan is er dus die hongersnood. En dan staat in vers 12, Isaac zaaide, let op het woordje zaaien, dat mogen we doen vandaag, in het land en hij oogste nog hetzelfde jaar 100-voudig. Maar dit was in de tijd van een hongersnood. Maar Gods zegen maakte het grote verschil. Gods zegen. En weet je, we gaan een paar teksten kijken, maar er is altijd een grote koppeling tussen jouw gehoorzaamheid, wat God zegt tegen je, en hem volgen, hem vertrouwen, en de zegeningen die hij dan geeft. Ik hoorde van Daniel Floyd, ik weet niet of je hem kent, hij sprak op de ARC-conferentie hier vorige keer waar zaten we toen? Hilversum, Utrecht. En hij zei, vergelijk niet de zegeningen met elkaar. Ga niet zitten te kijken, waarom zegent God hem zoveel of haar zoveel? Waarom is daar zo, of die kerk of daar? Maar als je al wil vergelijken, dan gaat het eigenlijk niet echt. Maar vergelijk de gehoorzaamheid van die anderen. Want er zit altijd een stuk gehoorzaamheid, gaat eraan vooraf. Aan de zegeningen die God geeft. Misschien denk je, oh leuk, hier op het podium, hè? Ja, lijkt me wel wat. Maar de mensen die hier staan, ik ken hun verhalen en in ieder geval de meeste. En zeker, ik weet van een aantal, er zijn prijzen betaald, er is gehoorzaamheid, er is hard werken achter de schermen, er is een offer. En God eert dat en reageert er altijd op. Er is altijd een koppeling tussen de gehoorzaamheid. God zei, hier moet je blijven en hier ga ik je zegenen. In het land van de hongersnood. Dat de Heer zegt, hier moet je zijn en blijven, niet verder treden. Ik snap dat je denkt, ik weg weet. Nee, hier. En God zegent dat 100-voudig. Isaac vond steeds weer, in tijden van droogte vond hij water. En overvloed, en God zegende. En zijn broer Jacob, zoals je misschien weet, hij was een graaier. Hij had altijd het gevoel dat hij zelf moest doen. Als ik het niet doe, niemand anders doet het voor mij. Ik moet altijd voor mezelf zorgen, dat zo. Hele andere mentaliteit. De een vertrouwt op de Heer, de ander die eigenlijk niet echt, heeft dan altijd in eigen kracht, altijd stress, altijd met zichzelf bezig. Marianne, vorige week hier op het podium, haar getuigenis vond ik indrukwekkend. Omdat ze vertelde over, ze is een single mom, ze heeft geen makkelijke situatie, een paar kinderen en een kinderopvang. En dat ze zei, ik kon me niet voorstellen dat ik tienen zou gaan betalen met mijn situatie. Ik ben het gaan doen, gehoorzaamheid, en God is zo gaan zegenen. Nu heb ik eigenlijk zelfs nog een kind extra dan nodig is om het financieel allemaal gezond te hebben. En weet je, dat is zo mooi hoe zij uitstapt in die gehoorzaamheid en dat God het zegent. Weet je nog dat verhaal van die manna in Exodus 16, vers 16 en verder? Laten we maar gelijk springen naar vers 19. Het verhaal is eigenlijk dat elke dag in de woestijn kwam manna naar beneden. En God voorzag. Maar Mozes zei, je moet voor één dag nemen. Niet voor twee, niet voor drie dagen. Morgen zal de Heer weer voorzien. Maar nee, sommige mensen waren net als jij en ik.
Maar jij weet ik niet, maar ik kan me dat allemaal voorstellen. Ja, ja, ik weet niet zeker of ik morgen eten, weet je wel, dat moet er maar uit de hemel komen vallen. Dus wat gebeurde er? Vers 19, Mozes zei, niemand laat er van over tot de morgen. Maar sommigen luisterden niet naar Mozes. Hier heb je weer de link met gehoorzaamheid, wat God zegt en de zegen. En ze lieten dus over tot de morgen. Ze dachten, ik bewaar stiekem wat voor morgen. Voor het geval dat God niet gaat zegenen. Maar toen was het bedorven en de wormen waren daar en het stonk en Mozes werd boos. En zei, wat ben je nou aan het doen? Vertrouw op de Heer. Morgen zal hij ook voor je zorgen. Ik heb het vaker gezegd. Ik heb gesproken over rooted. Je wortelsysteem dat is zo belangrijk. Je vertrouwen in de Heer. Gehoorzaamheid klinkt een beetje klinisch, een beetje killig. Maar je vertrouwen op God. Het is eigenlijk hetzelfde. Je hoort hem iets zeggen, je leest in de Bijbel, je ziet de principes hier. Heer, daar wil ik in gaan wandelen. Stap voor stap wil ik mijn leven zo inrichten zoals u het me laat zien. En de echte strijd vaak in ons hart gaat om vertrouwen. Om vertrouwen. En hoe wonderlijk was het, jullie weten het nog wel. Toen ik begon over Rooted, dat boek had mij zo aangesproken, geworteld en gegrond. In intimiteit en in afhankelijkheid van de Heer. Die twee dingen, intimiteit en afhankelijkheid van God. Dat bouwt je vertrouwen in Hem. En dat was toen ik daarmee begon, was de val van mijn voeten, een jaar geleden. We zijn inmiddels een jaar verder. En Jozef heeft toen de eerste preek geopend. Ik heb inmiddels gesproken in Duitsland op verschillende plekken over Rooted. Ik heb overal in Nederland over dat onderwerp gesproken in Rooted. En uiteindelijk mochten we zelfs naar Aruba, de eilanden, spreken over geworteld. Ik wist, dit is zo de boodschap. God wil je meer toevertrouwen, maar vertrouw hem, vertrouw hem. Hier waren een paar mensen die vertrouwden hem niet echt. Die dachten, ik ga een paar van die kwakkeltjes of wat het ook was. In de ijskast hadden ze niet echt, maar apart houden. En Heer zei, vertrouw mij, dat is echt het, weet je. Het leuke van Bonaire was, ik had een serie van Rooted. Maar in Bonaire hebben ze wat meer de tijd, zeg maar, op de eilanden. Dus na een uur en 10 minuten had ik het gevoel, moet ik niet eens gaan afronden met de preek, zeg maar. En ik keek naar de voorganger, ja, ik ga echt afronden. En hij keek me aan van afronden. Nou, en de mensen waren allemaal into the message, weet je wel, helemaal. Maar ik dacht, ja, ik moet toch een beetje. Dus ik heb de hele serie gedaan, 8 pagina's minstens, in 1 preek. Dat is ook wel weer lekker natuurlijk. Weet je, de Heere Jezus, toen hij het eerste wonder, het gaat over overvloed denken. De wijn was op zijn eerste wonder, hij veranderde water in wijn. Duizenden mensen hadden geen lunch en hij zorgde voor de lunch en hij gaf, er was nog 12 mannen waren er over. God die test ons vertrouwen en dat is niet altijd makkelijk. De boodschappen die ik heb gebracht, dat zeker ook de laatste tijd, gaan dwars door mijn eigen leven heen. Hier zit ik. Mijn huis is nog niet verkocht. Woensdagavond hebben we een belangrijk gesprek met de VVE. Ik betaal dus nu al een tijdje 2 huizen. Dat kost geld, zeg maar. En hier zit ik en ik zei in de auto nog, we gaan God gewoon geloven voor een mooie bijdrage voor Hart voor het Huis deze keer. Dat is echt in geloof. Dat is niet, zeg maar, je snapt wat ik bedoel, hè? Dus al die boodschappen gaan door mijn eigen lijf heen, soms letterlijk. En waarschijnlijk heeft God het zo bedoeld. Er zijn geen mooie verhaaltjes, maar mensen willen zien dat je vertrouwen en je wortels uitslaat. Ik zeg het nog 1 keer. De vrucht is sexy, maar de wortels niet. Helemaal niks sexy aan, maar daar is veel belangrijker. Jouw wortels in de Heer. Als hier mensen zijn, niet in deze kerk, maar ja, ik kom hier nou een tijdje, het gaat een beetje vervelen, hè? De liedjes zingen en een preekje horen en dan in huis. Hey, luister, de Heer heeft een uitdaging voor je. Dat ligt niet aan de kerk of aan de preek of aan de liedjes. Dit is een wortelvraag. Gegrondvest, ga terug naar je eerste liefde. Zeg, Jezus, hoe komt het dat ik zo onaangeraakt weer naar huis ga? En als ik eerlijk ben, mensen om me heen zie je helemaal enthousiast over wie je bent. Wat is er fout bij mij? Ik wil dat vuur terug, de passie terug. Ik wil stappen nemen om Jezus beter te leren kennen. Elke dag een beetje beter leren kennen. En elke dag een beetje meer van hem gaan houden. Dat lijkt me een goed voornemen. En dan ben je nooit verveeld. Dan denk je, ja, je weet nog wel een beetje. Nee, je hebt een missie. Je ziet levens veranderen. Je mag levens helpen veranderen. En mensen helpen om Jezus te leren kennen. Dus God test ons, hij test onze wortels en onze, weet je, dat soort dingen. En dat vind ik niet leuk, jij vindt het waarschijnlijk ook niet leuk, maar ik in ieder geval niet. Ik vind het niet leuk, maar het hoort er schijnbaar bij om verder te groeien.
Maar wij mogen God ook testen. Eerlijk is eerlijk, allebei. God test jou, jij mag hem testen. Malachi 3, je kent waarschijnlijk de tekst wel. Waar de Heer zegt, test mij maar, beproef mij maar. Dat als je trouw bent met de financiën, trouw bent met de tiende, waar Marianne het over had vorige keer ook. Test mij maar, dan zal ik de kaalvreten de hoek insturen. Dat is eigenlijk wat er staat, dreigen. De vijand, de duivel, zet terug jij. Je hebt geen recht op mijn zoon, mijn dochter, want die leeft onder een open hemel en onder mijn bescherming. Zo mooi om dat te zien. Weet je, armoede denken zit vaak tussen ons, tussen onze oren. En het heeft vaak te maken met tekortdenken in plaats van met de overvloed van de Heer. En hoe breek je daar nou doorheen? Door stappen te zetten. Door stappen te zetten in vertrouwen, in de richting het overvloeddenken wat God heeft voor je. Ik geef nog een paar voorbeelden. Sorry. Nog een paar voorbeelden. De wapendrager, 1 Samuel 14, Jonathan. En Jonathan die stond tegenover een heel leger van de Filistijnen. En hij zegt, de Heer kan overwinnen door velen, maar ook door weinigen. Hij dacht niet in aantallen. Misschien denk jij wel, zit je hier nu te calculeren, 150.000 euro, we zijn er zoveel mee. Dat is wel een heleboel per persoon. De Heer kan door vele en door weinigen overwinning geven. Ze waren met z'n tweeën. En het wonderlijke is, ze moesten 20 Filistijnen verslaan. De eerste 19 gebeurde er niks. En bij de 20ste kwam er een grote aardbeving en deed God een wonder. Maar de eerste 19, daar kan je een film van maken, wat ze dan allemaal denken. Nummer 12, nummer 13, blijft dit zo doorgaan? Ken je dat gevoel? Ik ben de Heer aan het dienen, ik ben aan het zaaien, ik ben aan het geven, ik ben aan het bidden, ik ben aan het geloven. Ik zie alleen maar niks. Ken je dat gevoel? En ineens, bam, bij de 20ste kwam er een aardbeving en het hele, de Filistijnen gingen op de vlucht. En wauw, en God deed een groot wonder. Maar je moet eerst gaan in geloven, hè? Dus dat was zo mooi. Oké, weet je, in Deuteronomium 1, vers 6, dan zegt de Heer, hey, jullie hebben lang genoeg om de berg heen gewandeld. Lang genoeg. Rondjes lopen. En ga dat beloofde land in. Ga. Dan heb je al die namen, de Amorieten en de, hoe heten ze allemaal, de Negev, de kuststrook, de Canaanieten, de Eufraat, tot de Libanon, de grote rivier, de Eufraat. Dat is een heel gebied, hè, als je dit ziet, dat is een groot gebied. En de Heer zegt, dat is allemaal jullie beloofde land. Ga erin, trek erin. En ik had zo de indruk, ook vandaag voor ons, dat de Heer zegt, ik heb een nieuw stuk beloofde land voor deze kerk, voor mijn volk hier. En ga erin, trek het in, trek erin, ga erin. Want ik heb plannen met dat beloofde land. Ik heb plannen met dat beloofde gebouw. Ik heb plannen daar. Ik zei het net al een beetje, maar ik zat na te denken. Wij maken plannen, er is een comité, je maakt plannen, moeten we doen. En een visie bouwen, en dat is goed. Maar joh, de plannen die Jezus heeft met dat gebouw, daar hebben wij geen idee van, dat weet ik zeker. Want er zijn veel mooiere plannen dan alle comité's kunnen schrijven. Want hij is God en hij wist al jaren en jaren en jaren. Misschien wel vanaf de grondlegging van de wereld. Wonderlijk, hè? Ik moet er ook even over nadenken. Ja, maar het is echt waar. Vanaf de grondlegging der wereld wist hij, er komt een keer een KDV vrij op de Eskamplaan. Geloof ik echt. Of denk je dat hij, wat gebeurt? Welke makelaar? Wat zei je? Friesia? Is dat met een F of met een V? Nee. Hij weet het allemaal. Dat is zijn plan. En hij heeft ervoor gezorgd dat we dit hoorden niet een week na Hart voor het Huis, maar een week voor Hart voor het Huis. En hij doet het, ja, laten we de Heer, dat is zijn wonder. En hij doet een beroep op jou en mij. Oh, die ene eerste tekst, kan dat nog, Beamers? HGI, uit de Amplified. Die Beamers gastjes zijn weer zo vreselijk soepel vandaag. Daar is die. Vanmorgen vroeg, zo gaat dat dan, hè? Sommige mensen die zijn een beetje, ik ga zo een paar kenmerken noemen van armoede denken. En overvloed denken van wat God wil geven. En een van de kenmerken van armoede denken is dat je eigenlijk bang bent om de Heilige Geest te vragen wat je moet geven vandaag. Of met zo'n speciaal offer sowieso, met tijd. Hoeveel tijd je geeft aan de kerk, hoeveel financiën. En eigenlijk vind ik het een beetje eng om dat aan de Heilige Geest te vragen. Het is ook een beetje eng. Geef ik ook toe. Het is een beetje eng. Want ja, wat gaat hij dan zeggen? Maar ik heb twee dingen. Ik vind het eng om aan de Heilige Geest te vragen. En ik vind het ook een beetje eng om aan Mathilde te vragen. Wat gaan wij geven?
En dan weet ik nooit precies wie is nou wie, zeg maar. Dus vanmorgen vroeg kreeg Mathilde deze tekst. En grappig is dat, wij zitten toch, in huis zitten we elkaar gewoon te appen. Dat is, verder gaat het huwelijk prima hoor, maar ik zit dan boven en dan kreeg ik die app van haar. hier staat die Haggai even, 14 in de Amplified Bible. En ik zal hem een beetje vertalen gelijk. The Lord stirred up the spirit of Zerubbabel and the son of Shealtiel and the governor of Judah. And the spirit of Joshua, the son of Joshua, and the high priest. And the spirit of the remnant of the people. God die, ja, hoe zeg je dat? Wakkerde de geest aan. En ik geloof zeker dat God iets aan het doen is vandaag bij ons allemaal. Hij wakkert je geest aan. Word wakker. Sta op. Open je ogen voor deze mogelijkheid. Voor wat Jezus aan het doen is, aan het voorbereiden is voor ons, voor jou, voor mij. En hier zegt de geest wordt aangewakkerd. En wat gebeurt er dan van hooggeplaatste, van de hoge priester, van en de hele rest van het volk, van iedereen? That they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. Ze kwamen en ze gingen werken aan het huis van de Heer, hun God. Daar doe je het voor. Daar doe je het voor. Maar straks, ik weet niet, dat vind ik inspirerend. Als ik straks opa word, haha, dat ben ik al. Maar als ik dan ook voel dat ik opa ben, weet je wel. Ik bedoel, in leeftijd en zo. En ik ben ergens in de 80. En ik rij in mijn cabriolet. Die komt toch een keertje, die cabriolet. Ik dacht toch, ben ik wel een keertje cabriolet hebben, eindelijk weer eens. En ik rij hier dan rond en denk, yes, weet je, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, straks mijn achterkleinkinderen. Kijk naar dit gebouw, kijk naar dit gebouw. We hebben het gedaan toen, we hebben het gedaan. Het staat er en het wordt al jaren gebruikt tot eer van God, weet je wel. In een wereld die steeds verder afdwaalt van de Heer, mogen wij een baken, een zichtbaar zijn voor Jezus. En hoeveel tientallen en honderden mensen gaan veranderd worden in dat gebouw. Dat is waar we in zaaien vandaag. Dat is waar we samen God voor geloven. Om te zeggen, Heer, ja. Ik ga niet te lang zitten te rekenen. Ik ga vertrouwen. Dat is een groot verschil. Ik ben het mee eens. Ik ga vertrouwen. En God gaat, hij leidt ons. Dus weet je, dat was zo mooi. De Heer zei lang genoeg rondom die berg. Ze hadden al lang in het beloofde land kunnen zitten. Hè? Ze hadden al lang kunnen zitten. De Heer zegt, dat was lang genoeg geweest. Vind je zelf ook niet al die rondjes lopen? Ja, dacht u dat wij het leuk vonden. En de Heer zei, nee, trek je beloofde land in. Toch? En ze hadden er al lang kunnen zitten. Het was hun eigen denken wat hun jaren en jaren en jaren lang vasthield in de woestijn. De Heer is je voorziener. Nooit vergeten wat God allemaal al gedaan heeft. In je leven en voor ons als kerk. Ik heb, weet je, ik heb mezelf af en toe moeten herhalen. Hey, we hebben al een paar huizen gehad, kopen, verkopen enzovoort. God heeft altijd weer voorzien. Dit gebouw is een groot wonder. God heeft voorzien. En toen, nu, zo, weet je, dan gaat God ook weer voorzien in de volgende stap die we hebben. Maar zo belangrijk dat je de zegeningen onthoudt. Misschien opschrijft of, en dat je dat in gebed, Heer, als u me toen al die tijd al heeft, elke keer mij heeft geholpen, zult u het nu ook doen. Een paar kenmerken van die armoede denken. Je rechtvaardigt altijd je tekorten. Je kan altijd uitleggen waarom je tekort komt. Dat is een kenmerk. Dat je in armoede, je bent er al aan gewend geraakt. En de Heer zegt, nee, ik wil je helpen. Vrijheid ervaren. Zodat als je wil, wat is financiële vrijheid? Zodat als je wil en schrap of, nou schrap is bij jullie zo zeker, ja. En of God spreekt tot je, dat je kan geven. Aan arme mensen, aan het Leger des Heils, aan de Nierstichting, aan Watoto, Compassion, kindjes, sponsorkindjes, aan de kerk, aan gewoon wat je wil. Dat is financiële vrijheid. Ja toch? Ja. Jullie kijken me aan. Dat is financiële, dat je kan doen, goed kan doen, omdat je het kan doen. En het ook doet. En niet dus armoede denken houdt het tegen. Je rechtvaardigt altijd je tekorten. Je irriteert je aan overvloed verhalen zoals dit. Je irriteert je als iemand anders een heel verhaal vertelt over de zegeningen die God geeft. En jij denkt, ik zie helemaal geen zegeningen. En je zit in de armoede en denkt, ga naar de Heer toe. God wil je bevrijden, God wil je een nieuw denken geven. Je durft niet de Heilige Geest te vragen, heb ik net al gezegd, of je vrouw. Ja, maar dat gaat een hoop geld kosten.
Je kan je niet voorstellen wat Marianne vorige keer zei. Ik kon me niet voorstellen dat ik tiende zou gaan betalen. Wat je wel en niet kan voorstellen, dat is allemaal zo belangrijk. Armoede denken, let maar op, ze klagen altijd over hoeveel belasting ze betalen. Ken je die mensen? Ze zitten niet hier in de kerk, dus ik weet niet of je ze kent. Hier zijn ze niet. Maar mensen die klagen over zoveel belasting, zoveel belasting. Caleb, die had een heel andere geest. Dat staat in nummer 14. We noemen het vaker, maar het is zo inspirerend. Dus dan heb je dat mopperende volk in de woestijn, die veel te lang door hun eigen schuld, door het gemopper, om in zand bleven happen en om de berg heen blijven lopen. En God zegt, ga, je belooft al dat nou eens in. Caleb was iemand met een heel andere spirit. En ik lees hem nog een keer en ik lees hem altijd weer graag. Maar bij mijn knecht Caleb was er een andere geest en hij is mij volkomen gevolgd. Zie je de gehoorzaamheid weer? Wholeheartedly staat er in de Engelse Bijbel, met heel zijn hart. Dat is rooted, dat is geworteld in de Heer. En ik zal hem naar het land brengen waarin hij geweest is. En zijn nakomelingenschap zal het bezitten. Zal het bezitten. Als we straks, misschien krijgen we wel, het zou een van mijn dromen zijn. Een fantastisch kinderwerkbedienings woensdagmiddag club in de wijk. Waar misschien wel honderden kinderen, waarom niet? Honderden kinderen zijn, elke woensdagmiddag. En dat jij, sommigen zitten te lachen, vinden die leuk, Bart? Oh, Ruben vindt het leuk. Ja, maar dan gaat Ruben niet allemaal eens eentje doen. Ruben is een geweldige team, gaat het allemaal doen. En als ik dan straks opa ben en ik rijd dan langs en wauw, al die kinderen zijn inmiddels opgegroeid. En een groot deel daarvan dient nog steeds de Heer. We hebben mogen zaaien. En kijk nou, sommigen zijn leiders in de zakenwereld, sommigen zijn leiders in de kerk, maar ze zijn getrouwd, dus ze dienen Jezus. Schitterend, toch? Even 30 jaar fast forward denken, zeg maar. Oké. Omdat hij een andere spirit had, heeft hij... Grappig, ik ben op blad 2. De andere 3 blaadjes, die had ik vanmorgen wel, maar... Punt is duidelijk, denk ik. God wil je zegenen. En God wil je gebruiken dat zegen door je heen stroomt vandaag. Vind je dat niet? Veel mensen zullen je dankbaar zijn. Hier is Jantje Jansen. Die in 2028 tot bekeer gaat komen. Jezus leert kennen en voor eeuwig in de hemel is. Zijn eerste ontmoeting was in een gebouw wat ze noemden toen het KDV. En hij komt naar je toe en zegt, joh, dankjewel toen dat offer. Dat heeft meegeholpen dat ik daar later een keertje binnenliep enzovoort. Je moet het doen met visie, hè. Je geeft het niet aan City Life Church. Dus alle namen komen en gaan. Ik ben helemaal dankbaar voor City Life Church, de naam. Maar dat is, weet je wel... Dat is gewoon mens, ja, hoe zeg je dat? Een menselijke vorm die je eraan geeft. Maar één naam blijft altijd bestaan, de naam van Jezus. En zijn koninkrijk zal voor eeuwig blijven bestaan. En daar investeren we in vandaag. Daar mogen we in zaaien. Daar. Dus, are you ready? Yes. Ik wil graag dat je de Heer een applaus geeft. Alvast voor de overwinning over het kinderdagverblijf. Zullen we dat doen in geloof en in vertrouwen? Dank u wel, Jezus. We danken u, Heer. Dank u, Heer. Ik ga even bidden. Bart, je gaat ons bemoedigen met je getuigenis. Kom er vast bij. Laat me even bidden en dan gaan we ons voorbereiden op het offer. Vader, dank u wel, Heer, voor uw zegen. Dank u wel dat we geschiedenis mogen schrijven in Jezus' naam vandaag. Wij dachten... Toiletgroep. Oh, kerk. Kijk even naar mij. Luister. Wij dachten toiletgroep. De Heer dacht, wat houden bouwt, kinderdagverblijf, gebouw erbij. Zullen we dat dan maar doen? Komt die toiletgroep ook nog een keer? Oké, is dat oké? Ik moet erom lachen, heel gezegd. Wij dachten, toiletgroep moet echt een keer een facelift hebben. De Heer zei, ik geef je een gebouw erbij. Oh. Dank u wel, Heer. Uw wegen zijn altijd groter. Uw visie is altijd groter. Uw plannen zijn altijd beter dan die van ons. In Jezus' naam. Zegen iedereen die meebouwt, meegeeft. Ook alle gebeden die we opschrijven waar we u voor geloven in ons eigen huis. U zei, breng het bij de priester en de priester zal een zegen over je bidden, over jouw huis. Ezechiël 44.
Heer, we doen het en we bidden met elkaar. We geloven voor huwelijk die hersteld worden, kinderen die Jezus gaan leren kennen. Financiën die thuis op orde komen, banen die we krijgen, huizen die verkocht worden, die verkocht worden. De gebeden op die kaarten. Ik geloof u, Heer, dat u daar hele mooie wonderen gaat doen in Jezus' naam. Amen.